Je kijkt naar RTV Lage Landen. Het station voor actualiteiten, sport, muziek en cultuur. RTV Lage Landen. Je ziet ons overal. Nou, we hebben net geluk. We staan in een heel klein plaatsje. De motorrijder komt eraan. Daarachter zit dan de renner. En die gaat hier het hoekje om. En als u goed kijkt, dan ziet u dat het klinkers zijn. Is dat gevaarlijk? Dat kan. Uiteraard een geweldig applaus krijgen, de man van EFC Gaverzicht. We gaan naar de binnenkomst van de man van Willebrocht Wilveruit, de aankomst van Jasper Heitema. Eerst die man 10 minuten en 57 seconden, 10 minuten en 57. Gaat hier finishen, Pablo Bonilla. Pablo. We zijn al bezig met de top 20 van het algemeen klassement. We gaan de binnenkomst krijgen van Jelle Bouma. We gaan de aankomst krijgen hier van de man van Westland, Wilveruit, van Jagne van der Ven. Met een hele mooie tijd. Aankomst van de man van WPGA, Julian Vergouwen, tijd van 11.02, 11 minuten en 2 seconden. Daarmee de finale van de rit tegen het uurwerk voor Maxime Duba. Een tijd van 11 minuten en 14 seconden.
Vanuit Maldegem in België gaat hij zo dadelijk finishen. Van Bert Containers, Dolcini Cycling Team. Mooie tijd voor Kai de Bruyker. Een tijd van 10, 52, 10 minuten en 52 seconden. Het komt. Morgen zal aankomen de coureur uit Frankrijk naar die finish, l'arrivée d'Esther van Delaunay, de l'équipe de Agilizer Citroën. Nog 40 set. Aankomst gaan we nu krijgen van Sjoerd de Nijenhuis. Ik geef u de tijd van Sjoerd de Nijenhuis, 11.08, 11 minuten en 8 seconden. Applaus hier voor de aankomst van Tom van Herwaarden uit Rossum. Van Joshua David Gallagher uit Groot-Brittannië. De winnaar van de Velomax Junior Road Race van Lee Valley Youth Junior Team van Londen. In het klassement zijn wat betreft de eerste. Gaan we de tijd geven van Maarten Hamming. Ook een hele mooie tijd. Een tijd van 10.52. 10 minuten en 52 seconden. Komt weer op de achtste plaats in de tussenstand. Hij krijgt een geweldig applaus in zijn laatste meters. Neem hem mee over de streep hier. Gaat hij binnenkomen. Wout Joren met een tijd van 11.06. 11 minuten en 6 seconden. Uit Baden-Württemberg, winnaar in Empfingen en Doornhausen. En hier realiseert hij ook een hele mooie tijd van Tilman Zarnowski. 10.47. 10 minuten en 47 seconden. 10 minuten. We gaan naar de volgende aankomst kijken. De man van het Seppi Racing Team gaat hier finishen. De persoon van Bjorn Koert. Bijzonder bedrijvig deze dagen hier. George Nurtak en Rafael Mouton. De man van Jack. De jonge renner gaat hier finishen. Michiel van Vliet ook een hele mooie tijd. Ik ga u geven de tijd van Michiel van Vliet. Een tijd van 10.47. 10 minuten en bladel. We gaan hem uiteraard met een overtogend applaus binnenhalen. De nummer 3 in het klassement hier op weg naar de eindstreep. Jari Prins en het Brabantse Hank. Jari Prins realiseerde een tijd van 10.58. 10 minuten en 58 seconden. We gaan de aankomst krijgen hier van George Luchthart. Hier in die laatste ultieme jump. Die laatste centimeters voor de man uit Den Haag. De nationale kampioen. Realiseerde een tijd van 10.43, 10 minuten en 43 seconden. Komt daarmee op de vierde plaats in het tijdritklassement. Het publiek hier aan Bladen laat u horen hier voor de gele truidrager, voor Rafael Mouton. Hij zet alles op hier een scherpe tijd te realiseren. We krijgen de tijd van Rafael Mouton. Een tijd van 11.04, 11 minuten en 4 seconden. Luid aan de microfoon bij de KNWU, Rien van Horik. Rien, ik ken jou niet anders. Als microfonist? Als microfonist. Ja, dat is wel zo, de meeste mensen kennen mij als microfonist. Ik ben al heel lang bezig, van 1976. En dit is een van mijn favoriete wedstrijden waar ik nu sta, hier in Bladel. De Westronic 8 van Bladel. Klopt het nou echt dat jij bijna alle renners uit het hoofd kent? Nee, dat klopt niet. Ik heb wel veel research, onderzoek gedaan naar de uitslagen, zeg maar, en de gegevens over de coureurs. Daar besteed ik wel best veel tijd aan. Dus niet zo dat ik alle renners ken. Dat is niet waar. Nou weet ik uit ervaring dat er af en toe wel eens verhalen moeten worden gemaakt om een gat te vullen. Dat kun je als geen ander. Dank voor het compliment. Maar het is veel lezen, veel op internet zoeken. Veel met renners praten, met begeleiders, de organisatoren. Het is gewoon steeds informatie bij elkaar zoeken en vergaren. Hoe lang gaan we hier nog horen? Ik ben nu 66 en ik wil graag doorgaan tot mijn 70ste. Dus niet zo heel veel jaren meer. Nee. Gaan we van genieten, Rien. Je bent net zo oud als ik, ook 66. En ik kom je nog een paar jaar tegen. Ja, dankjewel. Ja. Dankjewel, Rien. Joshua Gallagher. Also, you can take place on the podium. Riding for Lee Valley Youth Junior Team from London. Een hele mond vol. Daar staan ook die letters voor. Derde plaats voor Joshua Gallagher. Op een hele mooie tweede plaats. Uit Wolvenga. Geef een geweldig applaus. Elmar Appa.
En op de hoogste trede, le vainqueur de étape contre la montre. Le coureur de Tour de la France. Il habite à Tour. De l'équipe de Agilus-R Citroën. U19. C'est Estéphane Delaunay. Mooi applaus, maar we zien dat de winnaar niet is. De hoogste tweede plaats. Zoals de Fransen zeggen, victoire éclatant aujourd'hui. Een hele mooie overwinning. Dat zijn de prachtige bloemenrijkers van onze charmante rondenissen. Voor de nummers 1, 2 en 3. Voor Esteban Delaunay, voor Elmar Abma en voor Joshua Golliker. We gaan hem een geweldig applaus geven. De nummers 1, 2 en 3. Met Esteban Delaunay, Elmar Abma en Joshua Golliker. De first three riders in de time trial. De final stage op de Bestronics 8 van Bladel. Jack Blayer. Academy van de jonge renner Kalenbergen. Hele mooie tweede plaats in de eindstand voor Raphaël Mouton. Ja! Van de Gekla. Waterstijl Racing Development Team. En de eindwinnaar van de editie 2022. De 71ste Bestronics 8 van Bladel. Beslist in de afsluitende tijdrit. We laten een overdovend applaus horen voor de man uit de residentie Den Haag. Nationaal tijdritkampioen, eindwinnaar vandaag, hier is hij, Sjors Luchthart. Prachtig podium, het eindpodium van de Bestronics 8 van Bladel. Met op de hoogste treden Sjors Luchthart, geflankeerd door Raphaël Mouton. Jari Prins, de vluchters van gisteren. En vandaag de mannen op het podium. Applaus hier voor Sjors Luchthart, voor Raphaël Mouton en voor Jari Prins. Naar Den Haag. Ja, die foto moeten we natuurlijk wel hebben met de eindwinnaar in de gele trui. Ja, moet er weer staan. Hier gaan we nog een veel mooiere foto maken. Uw applaus nogmaals voor de eindwinnaar Sjors Luchthart, voor Raphaël Mouton en Jari Prins. The winner of the points classification. Le vainqueur du classement des points. C'est le coureur de la France. Estéphane Delaunay. The winner of the point classification for the French rider from Agilus-R Citroën. Hij komt weer terug. Esteban, ja. Het is de trui van Solar at Work. De maillot du Solar at Work. De klasseman de point. En aussi la fleur pour Esteban Delaunay. Felicitations pour Esteban, Rob Koetstra. Solar at Work. Het is het Twitter-account volgen van deze ploeg van Agilus-R. Ook al die foto's erbij. De applaus nogmaals voor de winnaar van het puntklassement. Winner of the Point Classification, Rider for France. Als je dit zegt, Citroën. Het is Esteban Delaunay. De creux van Willebord wil vooruit. Winnaar van de blauwe trui van het sprintklassement. Winner of the blue jersey. De sprint classification. Niemand die hem weer aan heeft. Prachtige trui van MTD. Uiteraard uw applaus dit keer voor de winnaar van het sprintklassement, voor Jasper Heintema. Nu heb je nog de wegkampioen bij de nieuwelingen. Die heeft al een tijdrittitel binnen, ja, bij de junioren. En de eindzegen, maar ook uiteraard daardoor winnaar van het jongerenklassement. Classification of the best job rider.
Oh, Sjors Lufthart. Mooie bloemen daarbij. En nogmaals uw applaus nu voor de winnaar van het jongerenklassement, Sjors Lufthart. Ik kan nog een beetje verklappen dat Sjors nog een keertje terugkomt. Uiteraard hadden we graag dat de winnaars van de diverse klassementen hier ook in de buurt blijven om straks een groepsfoto te kunnen maken als afsluiting. Op het podium met de rode trui van VDA. Nu applaus, Rafael Mouton. Winnaar voor het combinatieklassement. We hebben een speciale prijs, eerst het tricot. Ah, kijk eens hier. Als de voorzitter Hans Dorsheid even de kei van bladen uit mag reiken. Dat is een speciale prijs. Voor de winnaar van het keienklassement. Voor het kasseienklassement moet ik officieel zeggen. Maxime Duba. Geweldig applaus krijgt Maxime Duba. Morgen dus een bijzondere drijving in het verhaal van de punten tijdens de kasseienstrijd. Jos, jouw hebben. Jos kan de hele verzameling nu tentoon gaan stellen in Den Haag van de truien die hij hier gewonnen heeft. Na de gele trui, de witte trui, ook de groene trui. Het applaus nogmaals voor de meest strijdlustige renner in deze 71ste best rolletje af van Bladel in de persoon van Sjors Lufthart. Het succes van Willebrocht Wilverand. Jorie Prethouder, Bodhi de Baat en Nauk ten Tijen begonnen deze renners afgelopen vrijdag. Aan het loodswerk erbij en zij tonen zich de beste ploeg. Wie missen wij? Bodhi. Want dat ben ik, ja. Op het podium staan de Michiel van Vliet, Jari Prins, Jorie Prethouder en Nauk ten Tijen. Uiteraard de pek worden en hulp willen tonen. En Bodhi de Baat. Vrijhouden, hè, jongens. Vrijhouden. Nogmaals uw applaus voor de winnaars van het ploegenklassement. Deze klassementen. De Venkeur. Die klassemans. Sjors Lufthart, dat had je niet verwacht. Nee, zeker niet. Ben je blij, man? Ja, zeker. Nederlands kampioen tijdrijden, dan heb jij een heel klein voordeel. Ja, denk ik wel, zeker in zo'n wedstrijd. En dan ga je er als een onwijs beer vandoor. Ja, dankjewel. Toch? Ja, ik vind het wel. Ja. Terugkijkend op 3 dagen, wat was nou het moeilijkste voor jou? Ik denk... Een strijdlust heb je ook gewonnen? Ja, ik denk vanochtend vond ik het zwaarst persoonlijk. Het ging hard en er reed een groep weg. Ik kon niet echt reageren, ik had het zwaar. Dus ik ben blij dat ik het nog steeds heb overleefd. Waar we één ding naar nieuwsgierig zijn is, wat doe jij tussen die 2 wedstrijden in? Eten, drinken? Ja, dat. Ja, niet heel veel meer eigenlijk. Ja, slapen. Maar tussen vanochtend en vanmiddag niet heel veel meer dan eten en drinken. Kun je dan slapen? Tussen de wedstrijden in? Tussen de wedstrijden in? Nee, heb ik niet geslapen. Nee. Nee. Oké. Ben je lui van? Hey, heel veel plezier nog en tot volgend jaar? Ik zal het zijn, denk ik. Dankjewel. Dankjewel. Dankjewel, man. De man die in het geel vertrok en nu in het rood staat. Rafael, vertel alles. Ja, ik wist van tevoren al dat tijdrit heel lastig zou worden. Want Sjors is natuurlijk Nederlands kampioen tijdrijden. En het is niet helemaal mijn specialiteit. Ik heb er alles aan gedaan en ik ben tevreden over mijn tijdrit. Dus meer zit er gewoon echt niet in. Tevreden over het eindklassement? Ja, zeker. Ja, gewoon mijn doel van tevoren was etappen winnen hier. Nou, dat is gelukt. En dan ook nog 2e te worden in het algemeen klassement. Ja, gewoon geweldig. En een trui. Ja, geluk je ook een beetje, denk ik.
Mooi toch? Ja, zeker. Hey man, hartstikke bedankt en succes in de loopbaan. Dank u wel.